Ruzie tussen Joop Bruins van de CD&V en de Boerenbond. Die laatste dreigt ermee om naar het Grondwettelijk Hof te stappen om het stikstofdecreet nietig te verklaren. Logboek van het Grondwettelijk Hof. Dossier nummer 42658. Goeiedag, kan ik jullie helpen? Ja, hallo, we zijn weer van de Boerenbond. En we zullen weer gaan naar klachten die tegen Joop Bruins van de CD&V wegen stikstofdecreet. Hebben jullie al een dossier ingediend? Hebben wij al een wadden gewadden? Zeg, we zijn weer een wat simpele mens, hè? Dan ga je toch nog een keer het Vlaams moeten herhalen. Wel nu. Jullie, we gaan hierin. Dit is mijn secretaris, Luc van Overen. Nou, sorry meneer, ik word echt verschoten. Nou, Afrikaners, dat hebben we nog niet in bezloren, hè. Collega, die mensen hebben nog geen aanvraag verstuurd. Geen probleem. Zitten we hier even in de lobby, dan zullen we zien wat dat wel voor u kunnen doen. Jongens, jongens, wat voor een marginaal boeltje hebben ze van onze lobby gemaakt. Excuseer, waar is je in de put voor mijn gevoel heen weg te komen? Ik heb er al even gepist voor de huur een beetje te verdoezelen, maar dat is precies niet meer aan pa. Ik zou u willen aanmanen om stand in PD... Wat te wienen? Om meteen terug te gaan naar Beeselaar. Stuur nu nagetekend schrijven wanneer uw dossier behandeld is. Nee. Zeg, hey. Wie er gewoon niet weg totdat dat stikstof is even opgelost is, hè? Zo werkt het hier niet, meneer. Ah, kijk, wat anders de dienst van mijn jongste dochter aanbieden. Haar diensten? En wij zijn systief behandig het maken van koeien, heren, dieren allemaal. Wat is daar de relevantie van? Moest mijn collega's hier een keer goed afgemond willen worden, dan kunnen we in verband met die stikstof misschien ook tot arrangeren. Afgemolken? Hela, waar? Ik denk dat mijn beurt is. En waar pezen voor niet? Ik kan al acht van je collega's afgemaken. Ik maak hier niemand mee totdat dat stikstofdossier afhandeld is. Minister Bruins, kan u vandaag nog komen vergaderen? Voch, wat is het juist? Het stikstofdossier. Wat is de haast ineens? De Boerenbond is hier de lobby aan het volscheiden. Dat meent je? En erger nog. Oei. Ze willen niemand meer afmelken. Dus ja, meneer Bruins. Ik stel voor, als je dat stikstofdecreet gewoon in de vulbak smit, dan gaan we er een keer lekker afmaken. Wat is dit voor smeerlapperij? Ik raad u aan dat u ingaat op dit voorstel. Ze heeft een wonderbaarlijke techniek, waarbij ze u tijdens het afmelken recht in de ogen blijft kijken. Dat is wel. Een staartrek. Ja, dat klinkt eigenlijk wel chic. Dat is goed dan, hè? Ah, maar kijk. Leg hem er maar in.